Ik ga eens even naar de brievenbus en... Oh, ik moet even een stukje naar beneden kijken. Oeh, daar kijkt een jongetje heel moeilijk. Goedemorgen. Hoi. Hoi. Wie ben jij? Olivier. Olivier? Ja. Olivier, jij hebt denk ik geen idee hoe laat het is of hoe vroeg het is, of wel? Ja. Het is 5 uur. Ja. Moet je niet in bed liggen? Nee. Van wie moet je niet in bed liggen? Van mama. Van moeder. Van je moeder. Die heeft je uit bed gehaald en die heeft jou hier mee naartoe genomen. Ja. En wie heb je meegenomen? Ja. En wie heb je bij je? Mijn broers. En hoe heten je broers? Ja. Hoe heten ze? Michael. Zullen we nog één keer Michael? Mike? Of Mike? En Cor. Mike en Cor. Oké, okay, wie is Mike? Dat is Mike en dat is Cor. Kai. K-A-I-Y. Oké, nou top, Kai. Nou, prima, dan heb ik dat helemaal goed. En jullie hebben borden bij je. Misschien kan Mark of Kai het even uitleggen. Want het is iets voor Giel dat jullie bij je hebben. Wat hebben jullie bij je? Wij hebben biggetjes voor Giel. Biggetjes? Ja. En waarom hebben jullie biggetjes meegenomen? Omdat die leuk zijn. Ja, die zijn heel leuk. Oh. Daar heb je helemaal gelijk in, Olivier. En die heb je speciaal meegenomen voor Giel. Ja. En daarom moesten jullie zo ongelooflijk vroeg opstaan. Ja. Vind je het vervelend? Nee. Nee, vind je het wel leuk hier? Ja. Ja, nou, ik vind het ook heel leuk dat jullie er zijn. Ik ben 5 jaar. Ben je 5 jaar? Ja. Nou, ik had gedacht dat je al veel ouder was, Olivier. Je bent een hartstikke stoere gast. Ja. Ik ga heel even naar de mama toe. Hallo. Ja. Hoi. Dit kan toch allemaal niet, hè? Jawel. Dan moet ik toch even zeggen als advocaat van de duivel. Je kunt er niet je kinderen meenemen om 5 uur. Ze hadden echt een missie en ze zijn om 7 uur naar bed gegaan. En we hebben vanochtend de wekker moeten zetten, anders hadden we ruzie met hun gehad. Fantastisch. Oh. Ze hebben ook echt zelf bedacht dat ze hier naartoe moesten komen vandaag. Ze hadden echt een missie, want we zijn er geweest, het was te druk. En dachten we van nou, dan maar vroeg. Je hebt groot gelijk ook. Ik begrijp het helemaal. En zo te horen een beetje uit de buurt ook hier. Ja. Ja, nee, daar geef ik ook helemaal gelijk. Ja, ik moet toch even vragen, want ik zit hier natuurlijk niet voor mezelf, of voor Giel, of voor Paul, of voor Wijnand. Ik zit hier voor het Rode Kruis. Komt er ook nog iets van geld in de brievenbus zometeen? Dat mag jij vertellen. Ja. Wat heb je bij je? 10 euro. 10 euro. Oh. We hebben biggetjes voor Giel en 10 euro. Ja. Ja, ik moet je wel teleurstellen. Giel ligt nog even te slapen. Wat misschien wel leuk is, als die biggetjes nou binnenkomen in het glazen huis, dat gaan we wel even regelen via de beveiliging, dan kan ik zometeen met de biggetjes Giel gaan wakker maken. Is dat een goed idee? Ja. Want dan kunnen jullie gewoon meekijken op de grote schermen die hier buiten staan. En ik heb nog iets liefs nodig om Giel zo meteen een beetje rustig mee wakker te maken. Dus dat ga ik dan doen met jullie biggetjes. Goed idee? Ja. Nou jongens, te gek dat jullie hier zijn. En we gaan het geld dan afgeven in de brievenbus. En de biggetjes moeten het glazen huis in. En namens Giel... Mooi, hè? Ja, applaus!